En dan moeten we tegen een Furfrou. Die heb ik lang niet meer gezien zo. Furfrou, die Pokémon was ik gewoon helemaal vergeten, man. Super tof dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Mijn naam is Rickachu en vandaag gaan we verder met Pokémon Ultra Moon. De vorige keer hadden we de trial van Ilima gehaald. En Ilima staat nu buiten op ons te wachten en vertelt dat er allerlei barricades zijn in Alola. En daarmee zijn natuurlijk gebieden afgeschermd. En daarvoor moet je dus eerst een trial halen om die barricade te laten verdwijnen. Zoals dat nu hier gebeurt. Zodat we door kunnen gaan naar het volgende gebied. Ilima zegt, ik ben de enige captain op dit eiland. En nu je mijn trial hebt gehaald, moet je naar Hala toe gaan om daar dus waarschijnlijk Hala te gaan verslaan. Zetkristallen zijn natuurlijk onbeperkt te gebruiken. Je kan er 1 op een Pokémon zetten. En ga je nou echt voordoen hoe dat moet? Hé, waarom komt Kukui wel een Growlithe tegen? Ik wil ook een Growlithe. Ik wil een hele toffe Arcanine. Come on. Hop, 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 hop. En je armen in een Z-houding. En dan gaan we kijken wat Rockruff doet met zijn Normalian Z. Doe je ding. Break, neck, blitz. Super harde Z-move natuurlijk, die nooit super effectief kan zijn. Dat vind ik wel jammer van de Normalium Z. Ja, en daarom ga ik die denk ik ook gewoon niet gebruiken. Hij neemt Growlithe wel lekker mee inderdaad. Wauw. Hey, laat mij die Growlithe vangen. Ja, of een andere vuur-Pokémon, dat vind ik ook super tof. Oh, en Kukui is Lillie kwijtgeraakt. En hij vraagt of wij willen helpen om Lillie te zoeken. En daar kunnen we natuurlijk best wel even bij helpen. Dat is geen enkel probleem. In de vorige aflevering hadden we natuurlijk een Noibat gevangen. Dat is super cool. Veel van jullie zeggen dat ik ook op zoek moet gaan naar een Pichu. En op zich vind ik dat best wel tof. Alleen ik vind het, ja, ik heb nooit zo'n zin om een half uur te gaan jagen op 1 Pokémon die ik dan misschien een keer kan vinden. Ik vind het leuker om het gewoon te gaan doen met Pokémon die je gewoon echt makkelijker kan vangen. Die je gewoon toevallig tegenkomt. En dat levert dan tot nu toe dit team op waar ik best wel tevreden mee ben. En weet je wat ik ook handig vind? Dat mijn Rockruff Thunderfang kent. De move Thunderfang kunnen we natuurlijk nu keihard gaan inzetten tegen deze Psyduck. Mijn Rockruff is ook best wel snel. Dus ja, met al is dit een hele toffe, hele goede Rockruff. Dit is wel een probleem natuurlijk. Dit waterpistool van Psyduck. Ik had gehoopt dat ik hem in 1 keer neer had, maar dat is niet gelukt. In de tweede instantie gaat het wel lukken. Hoppakee. Doei Psyduck. Later. Psyduck had weer hoofdpijn. Zag je het? En omdat Rockruff pijn had, ga ik nu Noibat maar eens vooraan zetten. Ik ga even die Pokeball hier zo in de hoek oppakken. Ah, een hielbal. Nice. Cool. Gaan we weer proberen terug te gaan. Yep, dat lukt. En we moeten dus nu op zoek naar Lillie, want Lillie is weer eens een keertje kwijt. Ah, en op naar de volgende battle. En de volgende battle is tegen een Cottonee. Come on, Noibat. You can do it. You can... Oh, Mega Drain doet hij. Kent gewoon nu al een Mega Drain. Gelukkig is dat niet effectief natuurlijk. Wij doen een Gust. En dat gaat best wel goed. Die is super effectief. Ik vind het altijd wel grappig hoe Noibat daar een beetje zo rond loopt te fladderen. Die is daar lekker op zijn plekje aan het vliegen. Ja, en als dit zo doorgaat, dan gaan we dit wel winnen. Ik hoop dat hij geen stuntspoor of zo gaat doen. Dat zou best wel irritant zijn. Hij gaat lekker door met zijn Mega Drain. Hij is lekker eigenwijs. Dat is gewoon not very effective. Het is een level 12 Cottonee. Ah, wat een bijna verslagen. Wij zijn level 11 trouwens. Dus het is best wel goed dat wij een Pokémon gaan verslaan die een hoger level is. Natuurlijk hebben wij het geluk dat wij super effective moves hebben. Doe nog maar een Gust. En dan is het klaar met deze Cottonee. Heel goed gedaan. We hebben hier een Sharp Beak te pakken. En ik wou er net voor die schaduw eventjes langs. Maar dat lukte net niet. Dit is waarschijnlijk een Sparrow, denk ik. En ja, zeker is dit een Sparrow. Die hoef ik natuurlijk niet. Ga even kijken of dit nog met Rockruff kan oplossen. Dat zou best wel lekker zijn als dat gaat lukken. Kunnen wij fijn onze Thunderfang gaan doen. Deze Sparrow is trouwens wel level 13. Ik heb wel het idee dat deze game ietsje lastiger gemaakt is. Omdat je minder te maken krijgt met trainers die 4 Pokémon hebben ofzo. Dat betekent dat je niet zo heel erg snel in je levels omhoog gaat. En ik ga eens kijken of Lillie hier is. Lillie, ben je hier? Ja, kijk, we hebben Lillie alweer gevonden hoor. Lillie is van de mooie bloemetjes hier aan het genieten. Op deze plek zijn natuurlijk heel veel Oricorio's. Oh, Nebby is weer kwijt. Nee! Nebby is weer kwijt. Nebby, nee. Ga nou niet in dat gat. Doe nou... Oh, Nebby. Waarom moet je de hele tijd weglopen? Lillie durft natuurlijk niet in die grot. En dat lijkt me inderdaad ook echt niet verstandig dat jij dat gaat doen. Dus laten wij dat gewoon gaan doen. Oh, nice. We krijgen nu een boost van Rotom. En daarmee gaan we meer XP verdienen. Dus dat is top. En met welke Pokémon krijgen we nu te maken? We krijgen te maken met een Petilil. En ik heb net eigenlijk Rockruff weer vooraan gezet. En dat is natuurlijk niet handig. Als je tegen een Petilil moet battelen. Ik laat dit gewoon lekker door Rowlet oplossen. En dan kunnen we die move Armius Wind eens een keertje gaan testen. Dat is op zich wel nice. Laten we Armius Wind gaan doen. Maar eerst doet hij nog een Growlithe waarmee zijn attack omhoog gaat en zijn special attack omhoog gaat. Of zullen we gewoon Peck doen? Armius Wind is een ghost attack. Ik dacht eigenlijk dat dat een flying type attack was. Maar dat is natuurlijk een ghost attack. Dus doen wij gewoon Peck en daarmee gaat het ook helemaal goed komen. Lekker bezig Rowlet. Lekker bezig. Goed zo, we hebben deze Petilil verslagen. Yes, nice. Rockruff is level 14. Hoppakee, dat gaat lekker. En dan gaan we zo eens kijken of wij bij die grot kunnen komen. Eerst gaan we even deze netbal oppakken. Volgens mij is die grot letterlijk hier om de hoek. Dus dat zou wel lekker zijn. Ah, eerst nog even een battletje. Yo, weer tegen een Petilil. En dan gaan we het weer op dezelfde manier oplossen met Peck van Rowlet. Nou, dit is een level 12 Petilil. Hij doet natuurlijk weer lead sheet. Dus eigenlijk snap ik daar helemaal niks van. Want dat heeft natuurlijk helemaal geen effect op deze Rowlet. En zo kunnen we gewoon weer gehaktballetjes maken van Petilil. Dus toedeledokie Petilil. Later. Ah, hoppakee. Rowlet is gegroeid naar level 17. Het is een hele allround Rowlet. Zijn attack is goed. Zijn special attacks, defense. Alleen zijn special defense is misschien ietsje minder. Maar goed, dat maakt allemaal niet zoveel uit. En... Ja. Dan gaat Rowlet nu natuurlijk gewoon evolueren. Omdat hij op level 17 is. Heel erg vet. Gaat naar een Dartrix evolueren. Daar gaat hij, jongens. Daar gaat hij. Omhoog. En... hoppakee. Dartrix. Met een hele mooie groene kuif en een strikje. Ja, dit wordt echt een toffe Pokémon, jongens. Ik vind Dartrix al best wel tof. Maar ik vind Decidueye straks nog toffer. Dus ja, qua looks is dit wel echt een hele toffe starter Pokémon, hoor. Deze Rowlet. Dartrix is een Grass en een Flying type Pokémon. Dus daar moeten we zeker wel even rekening mee gaan houden in onze battles. We hebben een Escape Rope hier zo gekregen. Dus dat is nice. Dan gaan we eens kijken of we Nebby kunnen vinden. Maar eerst moeten we gaan battlen. En die battle is tegen een Zubat. Een van de meest irritante Pokémon in het Pokémon-spel. Crobat vind ik wel heel erg vet, maar die Zubats altijd. Gelukkig hebben wij een Rockruff met Thunderfang. Kunnen we hem in één keer? Yes, we kunnen hem zeker in één keer klaren. Man, deze Rockruff is een baas, jongens. Nebby! Ja, hier is Nebby. Wat ben je nou allemaal weer aan het doen, Nebby? Waarom doe je dit? Oh, nu moeten wij je weer uit die grot halen. Oh, Feiko en hoe heet die andere ook weer? Soliera. Nee, jullie gaan helemaal Nebby niet testen. Nee, en jullie gaan Nebby ook niet vangen in een Pokeball. Nebby is gewoon zijn eigenwijze Pokémon, net als Pikachu, die nooit in zijn bal wil gaan. Rustig aan. Rustig aan. Oh, gaan wij battelen? Je wil mij testen. Ik dacht je wil Nebby testen, maar je wil mij testen. Oké. Kom maar op Soliera. Let's do this. En dan moeten we tegen een Furfrou. Die heb ik lang niet meer gezien zo. Furfrou, die Pokémon was ik gewoon helemaal vergeten, man. Man! Nou, Furfrou is ook een soort van hond, dus dit kan nog wel eens leuk worden. Furfrou is level 13. Babydoll Eyes. Ik weet eigenlijk de typing van Furfrou ook niet zo goed. Is dat een fairy type dan? Dat die Babydoll Eyes heeft? Oh man, dit doet helemaal geen damage. Dit doet helemaal geen damage, mijn Thunderfang. Nog een keer Babydoll Eyes. Nou, dit gaat lekker. Maar Bite doet waarschijnlijk... oh man. Oké. Jongens, als ik nu een fout maak, sorry. Ik heb geen idee welk type Furfrou is. Ik gooi Dartrix erin en ik zie wel wat er gaat gebeuren. Hij doet nu een Growl. Dus voorlopig gaat Soliera mij niet aanvallen, zo te zien. Nou, laat ik dan nu een keer Armius Wind gaan testen. Kijken of dat werkt. Als het een fairy type is, dan... ja, precies. Oké, dat dacht ik al. Nou, dan gaan we gewoon keihard verder met Razor Leaf. En dan zien we wat gaat gebeuren. Is dit gewoon alleen een fairy type? Of een normal slash fairy type? Dat lijkt mij het meest logisch eigenlijk. Dat het een normal slash fairy type is. En we doen echt heel weinig damage, man. Volgens mij is die Furfrou echt geen verkeerde Pokémon. Kijk dan, het duurt super lang. We hebben hem nog geen eens op de helft. Ik ga een keer Peck proberen. Kijken wat Peck doet. Hij gaat verder met Headbutt, die best wel wat damage doet, jongens. Oh, we zijn flinched. Ook dat nog. Zo, Soliera. Ik weet niet wat je allemaal voor Pokémon gaat krijgen in Alola. Maar jij zou nog best wel eens een hele lastige tegenstander kunnen gaan worden voor mij. Als jij allemaal van dit soort Pokémon gaat krijgen. Nog maar een keertje Razor Leaf. Zullen we het gewoon nog een keer doen en dan gaan we hierna een potion gebruiken. Want deze Headbutts, die zijn best wel krachtig, jongens. Nog een keer Razor Leaf. Man! Oké, een super potion voor Dartrix. Dat is gewoon even nodig. Kijk ook hoe ze staat. Ze staat best wel daar als een trainer die zin heeft in deze battle. Met haar handen op de knieën. Dat is een actieve houding. Ja, ik mag die mensen van de Ultra Recon Squad wel tot nu toe. Maar ze maken het me wel moeilijk. Deze battle met deze Furfrou en deze Ultra Recon Squad duurt ze wat langer dan mijn battle met de Totem Raticate. Man, kom op. Razor Leaf. Nog één keer. Oh. Ik heb het gevoel dat Dartrix nu best wel eens down zou kunnen gaan door deze headbutt. Ah, we overleven het net. We hebben... Oh nee! Ah, zijn we flinched. Moet ik gewoon nog een super potion gaan gebruiken tegen deze Furfrou? Heeft iemand van jullie wel eens Furfrou gebruikt? Daar ben ik nou best wel benieuwd naar. Heeft iemand van jullie wel eens Furfrou gebruikt? Want ik weet niet, volgens mij is het best wel een goede Pokémon als ik, als ik dit zo in moet schatten. Kijk dan. Hij doet me echt flink pijn. We hebben hem nu gelukkig verslagen. Gelukkig gebruikt de Ultra Recon Squad Soliera geen items. Want dan hadden we nog een groter probleem gehad. We krijgen wel echt veel XP. 601 XP zelfs voor Rockruff. Die groeit naar level 15 en Rockthrow wil leren. Dat gaan we zeker doen. Tackle gaat weg en Rockthrow is geleerd. Dan ben ik benieuwd of de rest ook nog gewoon een leveltje omhoog gaat. Inderdaad, Inkay groeit naar level 15. Topsy-Turvy. Hoef ik niet per se te leren. Noibat naar level 13. Kijk, iedereen gaat gewoon een level up, jongens. Noibat kan Bite leren. En dat gaan we dan ook gewoon doen. Ook Tackle weg en Bite geleerd. Ah, dan hebben we er eindelijk verslagen. Jongen, dit ging echt niet makkelijk. So this is what a Pokémon battle is. Feiko gelooft niet dat zij hier een hele grote rol in gaat spelen. En... zijn jullie nu hier weer klaar? Feiko zegt over Nebby dat Nebby zichzelf kan warpen op het moment dat hij zich bedreigd voelt. Maar hij laat een soort van gaten achter als hij warpt. Dus dat is wel interessant. Zij doen dus ook echt onderzoek naar Nebby. En nu gaan ze er weer vandoor. Dan moeten wij Nebby maar weer even terug gaan brengen naar Lillie, denk ik. Hè, Nebby? Of ga je gewoon even zelf terug? Hier heb je Nebby weer terug, Lillie. Want ik vind het echt leuk om keihard weg te lopen elke keer. We zijn geheeld door Lillie. En Lillie zegt ook dat hier allemaal leuke Oricorio's zitten. Ja, inderdaad, Nebby. Ga jij even terug in die tas. Want je zorgt alleen maar voor problemen weer, hè? Zo, en dan hebben we Lillie weer teruggebracht. Popleon, Hou zijn ook weer van de partij. En Hou heeft zijn trial klaar. Oh, Hou wilde nog even een battletje uitgooien. Helemaal goed, jongen. Maar we gaan tegen Hou battelen in de volgende aflevering. En dan hoop ik ook Hala te verslaan. Doe even een blauw duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal als je dat wil zien. En dan zie ik jullie, zoals altijd, weer later. Mazzel!